Laura. Hela. Ja. Is je flinke meid, hè? Is je flink. Gaan jullie even naar buiten nog? Of ben je te moe? Naar buiten? Ja. Ja. Zuzelaar, zuzelaar. Hallo, hallo, hallo. Balletje. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe kleine video. Kom eens hier, kom eens hier. Zo ga. Ja. Wat is dat, hè? Ja, dat is een camera. Wat is er allemaal aan de hand, zegt deze video. Zit. Goed zo. Dat is flink. Ja, ik wil eigenlijk eventjes kort hebben over een paar dingetjes. Ik dacht van bij mijn eigen, ik ga gewoon eens een video doen hier eventjes buiten, in de buitenlucht. Ja. Je hebt misschien laatst gezien op de video's dat er sommige video's niet echt uitkwamen. Of dat er een keertje een vlog was of weet ik veel nog wat anders. En daar wil ik het eventjes over hebben. Nu, als eerste, het YouTube-kanaal is fantastisch goed aan het groeien. Het is gigantisch omhoog aan het gaan. Het is echt fantastisch omhoog aan het gaan. We hebben al 6600 abonnees, I think so. Ja, ik denk dat het zoiets ongeveer is. Dus we hebben al vrij veel en het is echt fantastisch goed aan het groeien. En ik had zoiets van, oké, ik wil kort eventjes iets zeggen van, ja, wat is er eigenlijk nu allemaal aan de hand op de achtergrond en wat zijn we allemaal aan het doen en wat gaat er allemaal komen binnenkort en dit zie en la. En ja, het eerste heeft eigenlijk iets te maken met de vlogs die er aan zijn gekomen geweest. Wat? Zora! Zora! Ze wil niet echt... Oh jawel, daar komt ze. Kijk. Hey. Ja, flinke meid. Is het je flinke hond? Is je flinke? Maar ja, eigenlijk er zijn meer vlogs uitgekomen geweest en dat komt omdat ik eigenlijk de laatste tijd meer met Zora bezig was. Dus meer met Zora bezig ben geweest. En ook met wat andere dingetjes te doen. Dus mijn beetje meer vrije tijd nemen. Wat nadenken over alles. Klinkt filosofisch. Maar eigenlijk een beetje meer tijd nemen voor mijn eigen. En dat ben ik eigenlijk aan het doen de laatste tijd. En ook, hola, de grote boodschap. Ze komt juist van de dierenarts. Misschien daarom. Maar ja, dus ik ben eigenlijk aan het kijken voor mijn eigen zelf een beetje rustiger te worden. Want ik ben de laatste tijd zoveel bezig geweest met YouTube. Dat ik bij mijn eigen dacht van, oké, ik ga gewoon een paar dagjes video's uploaden. En dat heb ik ook gedaan. Sommige dagen was er random geen video. En andere dagen ben ik samen weg geweest met een kameraad. Om dan toch maar eventjes een klein vlogje te maken en dan eventjes weg te zijn. En dat is eigenlijk een heel kort klein updateje ook naar het YouTube kanaal toe. Het gaat fantastisch goed. Het gaat extreem goed. En ja, daar is van alles ook bijgekomen. En ja, binnenkort gaat er ook nog wat andere dingen gebeuren, zoals nog andere meerdere vlogs. En wat meer vrije tijd dat ik zelf ga nemen. Dus af en toe ga je te zien krijgen dat er geen video's gaan komen. Dus dat is voornaamste eigenlijk wat ik in deze hele korte mini-vlog wil zeggen. Dat is vuil. Dat is de rechte zon. Dat is beter. Ik denk er nu net aan. Ik heb de hele tijd in de richting de zon gefilmd. Goed bezig. Nee, maar zoals je misschien hebt gezien is ook van sommige dagen is er zo geen video geweest, andere dagen weer wel. En het is ja, een beetje eigen tijd, vrije tijd nemen en dat ben ik ook een beetje. En een beetje meer met de hond bezig zijn. En ja, binnenkort wil ik ook een klein beetje meer op de server bezig zijn. En op dit moment staat de server een beetje stil. En dat heb ik misschien opgevallen, er zijn ook amper mensen op de server gekomen. Ja, we hebben een eigen server, dus de TBG. TBG Community Server, kan je altijd naartoe gaan. Linkje probeer ik hieronder te zetten. En dan kan je altijd een keertje naartoe gaan. Maar ik probeer de laatste tijd een beetje op mijn eigen te letten. En probeer een beetje naar van al andere dingen toe te gaan. En niet constant gefocust te blijven, want dan job. Daarbovenop heel het YouTube verhaal. Daarbovenop ja, met mijn ouders en dan ook de hond. Is best wel moeilijk. Maar, ik weet niet waarom ik dit doe. Ik kan niet wachten tot het zwembad open is. Zora! Ja, flinke meid. Gaan we even naar binnen? Want jij moet eigenlijk slapen, want ze komt terug van de dierenarts. Kom hier! Goed zo! Ik zou zeggen, let niet op de rommel. Het is heel rommelig. Ik moet nog opruimen. Sorry. Zit. Leg. Op. 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 Leg. Goed zo, je krijgt het. Ja, je krijgt het. Je legt veel te veel rommel hier. Yes, ruim op. Ja, schatje. Jullie schatje. Maar ja, ik ga het hierbij gaan laten. Het is een heel korte video, heel kort klein stukje. Ik wilde gewoon iets uploaden. Ik ga het eventjes niet omdraaien, want dan zie je alles van het huis. En dat wil ik niet doen. Dat gaan we niet doen. Maar ik heb natuurlijk een fijne, klein, heel klein mini-vlog gevonden. Ik vond dat ik dit gewoon eens een keertje moest zeggen. Ik moest gewoon eventjes van, ja, dit is er gaande. Ik ga een beetje zelf wat meer tijd nemen voor mijn eigen. En een beetje meer met haar hier bezig zijn. Ja, maar jij moet slapen. Je hebt juist een prik gehad. Je moet slapen. Nee, niet mijn vingers op. Slapen. Zeg eens doei. Ah, nee, dat kan ze toch niet. Ja, dat kun je wel. Luister naar je naam, toch? Ja! Je flink. Oké, ja. Doei! Ga maar liggen, flinke.